Een trotse aankondiging in de kale polder Schieveen getuigt van een van de grote plannen van Rotterdam. Veel is er nog niet te zien, maar we staan hier op een terrein dat in de toekomst een grote betekenis zal kunnen krijgen. Minister in het veld hijst boven het simpele bord de stadsvlag. Dit is maar één van de vele projecten die ditmaal op de jaarlijkse opbouwdag door de autoriteiten worden bezocht. Op een bijna even naakt terrein in Oud-Mathenesse worden de eerste palen geheid voor 5 grote huizenblokken die 430 woningen zullen bevatten. Kokers van ijzervlechtwerk worden in de grond gedreven en met beton volgestort. Dan staat het gezelschap op de fundamenten van een kerk voor de Lutherse gemeente. Rotterdam heeft bij het bombardement namelijk ook 21 godshuizen verloren. Hier zal nu de eerste nieuwe kerk in het westen van ons land worden opgetrokken. Binnen het jaar hoopt men het kerkgebouw in gebruik te kunnen nemen. Aan de Rijnhaven worden de kaden, voor zover ze reeds hersteld zijn, overgedragen aan het gemeentebestuur. Het resterende gedeelte zal met spoed worden voltooid. Niet alleen de stad zelf, ook de spoorwegen werken mee aan het herstel van Rotterdam, dat met zijn doortastendheid een voorbeeld stelde aan Europa. In Rhenen...